Breda Nu. Je weet het meteen. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda. Heel fijn dat u kijkt naar Breda Nu. Welkom bij het programma Smaakmakers. Programma wat normaal gesproken door Marieke gepresenteerd wordt. Maar Marieke is helaas ziek, dus ik ga het van haar overnemen. Maar natuurlijk Marieke vanaf deze kant. De beste wensen en hopelijk ben je er volgende keer weer wel bij. Nou, we staan hier nog in de koeling van Hanos ISPC. Gewoon koud is het hier, maar ik ga de warmte van de zaak in. En Smaakmakers is natuurlijk het programma waarin wij smaakmakende personen uit Breda ontvangen. Eigenlijk moet ik zeggen uit het Kielegat ontvangen, want het is bijna carnaval. En de gasten die wij vandaag ontvangen, die hebben alles met carnaval te maken. Ik ga ze ophalen. Ik zie meteen een kleurrijk gezelschap daar aankomen. Wil Hensen, denk ik? Ja, klopt dat. Goedemiddag. Goedemiddag, voorzitter BCW. Mm-hmm. En dank voor de uitnodiging. Ja, en? Prins Petruccelli, de allereerste prins van het Kielegat. Nou, u bent altijd vergezeld door twee mooie dames, hè? Inderdaad. Dit is mijn page Kelly en dit is page Manja. Nou, daar gaan we zo dadelijk ook verder mee praten. De BCV, voor de mensen die dat niet weten. Wil Hensen, wat is de BCV? De BCV is de Bredaanse carnavalsviering en de BCV organiseert het carnavalsfeest en de voorfeesten voor het Kielegat, dus de stad Breda. En de aanjager dus van dat carnavalsfeest in het Kielegat, dat is de prins. Ja, dat klopt. Ik heb de eer om het boegbeeld te mogen zijn van de stichting BCV. En ja, de leutvorst zoals men zegt, dus ik loop al overal in voorop. Nu gaan we daar zo dadelijk uitgebreid over praten, maar we gaan ook nog even een klein beetje werken, want we gaan de keuken in. Hebben jullie daar een beetje zin in? Ja, we hebben er heel veel zin in, want wij lusten wel een hapje, om het zo maar te zeggen, hoogheid. Nou, jullie verrassen mij daarmee. Ja? Ja. Nou, zullen we die kant op gaan naar de keuken, want daar staat onze culinaire chef. Oké. Nou, gaan we die kant op. En daar zie ik John al volop bezig, onze culinair adviseur van Hanos ISPC. Dag John, hoe is het? Ja, prima. Ik ben druk aan de gang vast, ja. Want we hebben hoog gezelschap, zie ik. Ja, dag. Ja. Dat is de prins van het Kielegat met zijn pages. John, hallo. En naast jou de voorzitter van de BCV, Wil Hensen. Ja, dank je. Wat gaan wij koken? Nou, kijk eens, ik heb zwaar gereedschap klaar liggen. En we gaan wel heel iets toepasselijks maken. En ja, het is, kan het ook anders met peterselli in ons midden? We gaan een peterselliestamp maken. Peterselliestamp? Ja, een peterselliestamp. En daarbij gaan we een worst maken met serpentines. Dus het wordt een echt carnavalsgerecht. En dan erbij, ja, het is een gerecht met de 3M's, zal ik maar zeggen. Lekker makkelijk en lekker mee eten en lekker meedoen. En daarom dat we iets gemakkelijks gekozen hebben, wat we allemaal thuis kunnen maken. Want per slot van zaken moet het zo zijn. Met die dagen ben je niet zo aan die hoge culinaire dingen. Het moet gewoon goed vullen. Zo had ik gedacht. Is onze prins een beetje een koker? Uiteindelijk wel. Ja, want mijn vrouw werkt en ik ben overdag thuis. Dus als zij thuis komt, dan verwacht ze wel dat alles klaar staat. Maar of dat ik dit kan overtreffen, dat weet ik niet. En de voorzitter van de BCV, is dat een beetje een keukenprins? Ja, de voorzitter van de BCV is wel een hobbykok. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het eindresultaat van de peterselliestamp. En dan zullen we net horen dat de dames juist helemaal niet graag koken. Nou, jawel. Ja, zeker wel. Ja. Ik ben meer van een eitje koken. Een eitje koken. En lukt dat wel? Jawel. Okay. Maar ik denk dat we ook eerst nog ingrediënten moeten gaan halen in de zaak. Ja, we moeten eerst als een speer de winkel in om de spulletjes bij elkaar te halen. Want ik ben natuurlijk al met het voorwerk begonnen. Dat hoort nou helemaal zo. Maar er moeten nog wat dingen bijgehaald worden. Dus dat gaan we nu maar meteen doen, denk ik. Oké, gaan we die kant weer op. We hebben een lijstje. Ja, we hebben een lijstje. Jawel. Afdeling, eerst maar even de appels. De appel, want stamppot zonder appel bestaat niet. Ja, dat bestaat niet.
Wie heeft er eventjes een verpakking? Ja, goed zo. Dan gaan we nu de aardappeltjes even pakken. John, zullen we deze doen? Want de pages doen die uiteindelijk toch schillen. Dus dat maakt het ons niet uit. We hebben ze ook wat te doen, hè? Ja. Hebben ze ook wat te doen, hè? Ja, daar zijn ze, ja, dat kunnen we ook doen. Maar nee, we gaan toch maar voor deze. We gaan toch maar. Okay. Dat is jammer, hè? Dat is jammer. Ja. Zo. Nou, wij denken graag mee natuurlijk. Ja, ik heb het in de gaten. Zo, voorlopig kunnen we hiermee vooruit. We gaan wat uitpakken en dan lopen we even naar die kant. Goed zo, doen we dat. Ui. We staan er bij de uien. Ik zie allerlei soorten uien hier. Allerlei juinen zie je er wel. Ja. Derpel hebben we al en een paar juinen horen erbij. Ja. Dus die nemen we dan ook meteen mee. Dat zijn Hollandse grove uien, zie ik. We proberen zoveel mogelijk Hollandse spullen te gebruiken natuurlijk. Voor manja? Alsjeblieft. Ja, we gaan het nu doen. Het belangrijkste voor in de stamppot, de peterselie natuurlijk. De peterselie hemzelf. Ja, je kunt mij niet gelukkiger maken hoor, vandaag. Jij maakt vandaag zelf de peterselie uitzoeken. Hoe vind je dat? Nou, ik heb er verstand van, dus ik ben benieuwd van wat ik aantref. En dan moeten we in die... Ja. Ja, een van de laatste ingrediënten, de peterselie. Ik dacht altijd, er is maar één soort peterselie. Nee, je ziet het al. We hebben de platte peterselie en we hebben natuurlijk de krul peterselie. En waar heeft deze peterselie het meest mee? Met de krul, omdat dat het meest past bij mijn type haar. Oh ja. Ja, jij hebt krulletjes van jezelf. Ja, uiteraard. Nou, dan doen we de krul peterselie, John. Nou, dan gaan we een paar mooie bosjes uitzoeken. Kijk. Fantastisch. Alsjeblieft. Belangrijkste ingrediënt van onze stoemp. Ja, ja. Naamgenoten. Ja, precies. Moeten we nog naar de worst? Ja, hè? Eventjes snel. Nou, we zullen wel zorgen dat de spulletjes daar komen. Oké. Dan gaan wij alvast naar de wijn- en de bierafdeling. Jij naar de keuken goed, toe. Goed plan. Ja, oké. Okay. De vorige twee afleveringen heb jij het uitgebreid over de verschillende soorten wijnen gehad hier bij Hamers ISPC. Maar goed, nu een carnavalsmaaltijd, daar hoort bier bij natuurlijk. Hè? Uiteraard, dus edel vocht, ook voor plezier, maar ook culinair gezien heel leuk inzetbaar en ook gezond. Wil Hensen, ben jij een beetje een bier drinken? Ik mag graag een pilsje drinken op zijn tijd, met maten. Mm-hmm. Hoeveel maten heb jij? 2, 3, 4 maten? Nou, ik heb wel een paar maten waar ik wat mee kan drinken. Dus dat komt in deze tijd altijd goed af. Dus, ja. Oké, dat zit goed al. Ja hoor, ik denk het erbij. Wat voor biertje gaan we erbij drinken? Hertog Jan. Mm-hmm. Sinds een jaar of 8 ook per fus te krijgen. En een heel edel bier. Wat hoger in de markt als Jupiler. Jupiler is niet slecht, maar dit is dan toch weer breder inzetbaar. En ook in het restaurant mooier verkoopbaar. Goed zo. Nou, ga maar inschenken, zou ik zeggen. Eens gelijk, ja. Heerlijk. Ah, fantastisch. Ja? Ja. Heerlijk. Mooie zonnebril trouwens. Ja, dankjewel. La 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 la.
We zijn weer in de keuken. Eens even kijken, John. Wij hebben met jou die boodschappen gedaan. Ja, en ze hebben ook nog bier meegebracht. Dus ik laat het nu eventjes aan jou over. Nou, dankjewel. Eerlijk gezegd was het al begonnen met de serie te wassen. Maar de aardappels is in de uitvoering nog gebeuren. Dus daarom ga je meteen aan de slag zetten. Dan kunnen wij vooruit met het bereiden van onze stoem. Mm-hmm. Gaan we dat doen? Ja. Stoem. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen allemaal. Zo, stel ik de aardappelen aan die kant. Ik ga weg hier, want ik ga geen aardappelen schillen. Precies. Ja, ik blijf ook even. Heb je een dun schillen, zo? Ja, heb ik ook. Ja? Ik wist dat die vraag zou komen. Als je maakt er altijd vierkante blokken van. Vierkante blokken. En de ei, alsjeblieft. Kijk eens. Mag schoongemaakt. Denk erom. Mag ik vragen, Prins Peter Seelis, zit je een beetje in een kookclubje? Nee. Maar mijn vrouw is heel handig in de keuken. En ik laat me dan ook elke dag verrassen. Oké. Maar je kan het wel heel smakelijk ontdooien, dat wel. Dat is weer eens wat anders dan een ei koken, nou, hè? Ja. Oh, wacht, jij was van het ei, jij was van het ei. En Wil, laat je toch ook wel wat doen, zeker? Ik ben meer van toezicht houden. Oh, jij bent van toezicht houden. Die mensen moet je ook houden. Die moet je ook hebben. De voorzitter kijkt. Ja, de voorzitter kijkt. Die delegeert, hè? Goeie voorzitter. Dus tijd ga ik maar verder met de stoem. We hebben daarbij nodig heerlijke boerenboter. Want alles van het boerenland is goed, zeggen ze altijd. Dus daar ga ik maar gelijk mee van start. Een flinke pit onder de pan. Ben je alsjeblieft een beetje voorzichtig voor je vingertjes? Ja, doe ik. Oké. Nou moet ik zeggen, bij boodschappen doen zagen wij ook geschilde aardappelen liggen. Hey, John, mag ik maar eens heel even wat vragen? Is het nou die stoemp, is het nou een goede ondergrond met carnaval? Een uitstekende ondergrond en peterselie bevat heel veel vitamintjes. Dus hier kunnen echt kilometers op maken, zal ik maar zeggen. Kijk, de boter begint al te smelten. Iets wat jij waarschijnlijk weer niet weet, John, dat is... ik ben, toen ik die naam aannam als prins, heeft iemand mij gezegd die er verstand van had. Die zegt, weet je wat zo grappig is, dat je die naam gekozen hebt? Ik zeg, nou vertel. En toen zei iemand, het moeskruid, peterselie, en daar de werkzame stof, dat zorgt ervoor dat opgekropte emoties, zeg maar, het lichaam verlaten. En zo! Dat is ook precies wat carnaval eigenlijk doet. Dus dat is wel heel toepasselijk dit, hè? Dit, ja, dan moet deze stamppot daar gewoon perfect bij aansluiten. Dat dacht ik even. Helemaal goed. Wat ik zo jammer vind, dat we maar 5 aardappelen hebben. Maar die zijn wel klaar. Ja, jij bent daar goed in. Ja, ja. Kun je wel zien wat die thuis moet doen, hè? Ja, ik heb vroeger bij Riantrios gewerkt en daar moesten wij echt hele bakken doen. Nou, dat gaat allemaal prima zo. Perfect. Ja, die maaier is goed in het snijwerk. Ik heb natuurlijk in het voorwerk, zoals dat heet, de mise en place, had ik mijn aardappeltjes ook al even gekookt. Tenminste, voorgegaard. En nu de uien een beetje gaan kleuren, ga ik zo meteen eventjes alvast een voorgekookt aardappeltje erbij doen. Want je begrijpt wel, als we deze aardappelen hier aan toe gaan voegen, dan zijn we een beetje te veel tijd kwijt en we moeten nog gegeten worden ook vandaag. Ja, daarbij gaan we zo meteen ook de worst voorbereiden die we bij deze stoemp gaan presenteren. Okay. Ik heb hier genoeg aan, dankjewel. Keurig, ja, goed gezien. Zo. Wil, heb je alles onder controle nog steeds? Ah, ja, ik sta vol studie te kijken hoe dat dit samenwerken weer heel erg mooi gaat. Ja. Je ziet wel John die zil even weg bij de pan en Manja de page neemt dat gelijk over. Gelijk, anticiperen gelijk overal op. Ja. Zo maakt het klein, hè, want het moet stamp worden. Ja, heel goed. Het ruikt wel lekker, Manja. Ja, heel lekker. Het is alleen maar uit. Oké, ja, heel goed. Ja? Oké. Zo. Zal ik er even aanpakken voor jou? Ja, nou, dat is zo. Dat is niet zo. Dan heb ik voor het gevoel nog iets gedaan. Zo, we gaan even de worstjes prepareren. Die gaan we straks in de oven warmen. Ik snij de rookworst bijna tot het onderen door.
Oh, kijk. Wil. Ja. Ik zeg nee. Niks. Ja. Let dan, ook een beetje op. Ik zou bijna zeggen, moet ik het een keer voordoen. Ja. Zeg, John, zou jij het goed vinden als ik de prins en Wil meeneem naar tafel? Dat jij met de paarsjes nog even verder gaat dat vind met ik kopen? Uitstekend. Ja, neem zeker mee, Wil ja. mee en dan kom ik er wel uit. Ja, ik neem de prins ook mee. Okay. En voordat wij aan tafel gaan, gaan we nog eventjes kijken naar het begin van carnaval. Want dat is natuurlijk altijd op de 11e van de 11e. Dan wordt de prins gelanceerd. Dan wordt de nieuwe prins bekendgemaakt. Hij was dat voor het derde jaar, maar goed, hij is toch weer opnieuw bekendgemaakt. En er werd ook een nieuwe nacht gepresenteerd. Dames en heren, Kielergatters, met heel veel trots presenteert de BCV hier de nieuwe prins van het Kielergat. Hier is hij, hoogheid, prins Petrus Seni, de allereerste. Na 11 jaar, Marco van der Weygaard. Ja, hij is er na 11 jaar mee gestopt. Krijgen we een nieuwe dag? En daar zit Marco zit naar boven aan te kijken. Hij is ook een nieuwe natuurlijk. De nieuwe dag van het Kielergat is Uli de Waar. Yeah! En een groot applaus voor Uli. Ja, dat waren beelden van het begin van carnaval, dus van november 2015. Maar ondertussen zitten we nog een paar weken voor carnaval 2016. Ja, Wil Hensen, voorzitter van de BCV en de prins van het Kielergat aan tafel. Ja, de page is met John bezig om te koken. Ik ben benieuwd wat het gaat worden. Ja, ik ook. Ja, het ziet er goed, uit. En het ruikt al lekker hier, hè? Heel goed. Ja, En ik zie John al aanwijzingen geven. Ja, nee, dat gaat helemaal goed komen. Ik dacht eigenlijk dat John aanwijzingen kreeg. Oh, ja, dat kan ook. Zou ook kunnen. Prins van het Kielergat, dat is natuurlijk een eervolle baan. Hoe word je nou prins van het Kielergat? Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel weten. Nou, het is eigenlijk zo. Het is, en daar ben ik eerlijk in, het is voor mijzelf een lang gekoesterde wens. Maar op een gegeven moment dan word je gevraagd. En dat is een geheime drieschaar. En die mensen die zijn dus ook echt geheim en die gaan jou op een gegeven moment benaderen. Ze hebben een lijstje met mensen en ze gaan naar een persoon en die krijgt een geruime tijd om daarover te beslissen. En dan zeg je er ja of nee tegen en dan gaan ze naar nummer 2. Het is niet zo dus dat je net als in een soort ballotagecommissie dat ze 5 mensen tegelijk benaderen of zo. Nee, 1 persoon. En, dus ik ben daar toen mee thuis gekomen. Ik was zeer verguld. Mijn vrouw minder. Ja, ik zeg het eerlijk zoals het is. En toen heb ik haar moeten overtuigen. En uiteindelijk kreeg ik ook van haar groen licht. En toen mocht ik aan de geheime drieschaar het jaarwoord geven. Dan heb je de BCV, daar ben jij de voorzitter van. Ja. En je hebt de BFC? De BFC, ja. De BFC, dat is de Bredaanse Federatie van carnavalsverenigingen. En bij de BFC zitten alle carnavalsclubs, stichtingen die dat willen, kunnen daar lid van worden. Dat is een soort van overkoepelende organisatie die daar waar nodig de stichtingen bijstaat met raad en daad. Mm-hmm. Dus BCV is daar ook lid van. Het boegbeeld van carnaval, dat is natuurlijk de prins, hè? In dit geval van het Kielergat. Ja. Waarom is dat zo belangrijk dat er een bepaald boegbeeld is? Nou ja, ik ben zeg maar de leutvorst, dus ik mag op de voorgrond treden. Ik word ook echt als prins behandeld. En ja, dat is ook echt zo met alle egards. En dat voelt ook echt zo. Dus op het moment dat ik mijn pak aantrek, dan verander ik zelf ook een beetje van binnen. Maar ook mijn omgeving. En ja, zeg maar, ik ben natuurlijk wel het boegbeeld van de BCV. Mm-hmm. Maar uiteindelijk zitten er op de achtergrond zeg maar, zo'n 200 vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. En ik kom alleen maar in beeld. Ja. Zeer zeker Wil in deze januari maand, hè, want het is een vroege carnaval, zoals we dat noemen, hè, begin februari al, moeten alle activiteiten plaatsvinden. Dus allemaal in een hele korte periode tussen de jaarwisseling zeg maar, en carnaval. Ja, het is zo dat het hele carnavalsprogramma van dit jaar, dat
speelt zich af in 5 weken eigenlijk, uitgezonderd 11-11 dan. Ja, want daar zitten we dus nu volop in, hè, in de voorfeesten. Ja. Wat is nou het leukste voorfeest voor de prins zelf? Nou, bijvoorbeeld aankomende zaterdag hebben wij het Prinsgeburenbal. Mm-hmm. Dat is met 11 hoogheden en een baron. Dat vind ik wel bijzonder, dat je elkaar daar allemaal treft. Want normaal gesproken kom je deze mensen niet altijd tegen. Ja, en dan zie je elkaar eigenlijk een beetje in een informele sfeer. Nu denken heel veel Kielergatters natuurlijk, en ook buiten het Kielergat, zo'n optocht, nou, dat loopt allemaal wel vanzelf. Maar volgens mij komt daar een hele organisatie aan te pas. Ja, daar komt heel wat bij kijken. Een commissie optochten, een van de commissies van de BCV, is daar eigenlijk gewoon een heel jaar mee bezig. Het is de voorbereidingen naar de optocht toe. Het is het indelen van de optochten, het inschrijven van de groepen, de wagens. En uiteindelijk, wat ook belangrijk is, de veiligheid en de controle van de deelnemers. Dat is een heel belangrijk onderdeel bij de BCV, omdat de wagens die meerijden in de Kielergatse optocht van tevoren gecontroleerd worden op afmetingen, veiligheid, lastwerk, noem het allemaal maar op. Omdat we natuurlijk willen voorkomen dat er tijdens een leuke, leutige en gezellige optocht iets zou kunnen gaan gebeuren. Ja, en dat proberen we langs alle kanten te voorkomen natuurlijk. Is dat het hoogste punt, carnavalsmaandag, de Kielergatse optocht? Ja, dan voel ik me toch wel een beetje chef de parade, zeg maar. Mm-hmm. Ik neem het défilé af, zoals men dan zo netjes zegt. Dat geldt natuurlijk ook voor de dag daarvoor, de Brakkerslier. Ja, dan ben ik natuurlijk zeer actief ook met de kinderen. Een ander niveau, scholen nemen deel. Begeleiders van de kinderen, de dag erop natuurlijk de grote wagens. Maar wat dan toch ook weer bijzonder is, en dat is iets wat iemand zich absoluut niet realiseert, dat is dat ook die wagenbouwers, en ze zeggen wel eens dat zijn de arbeiders, zeg maar, van de stoet, dat die daar een heel jaar op basis van vrijwillig mee bezig zijn. Mm-hmm. Dat heeft niemand in de gaten, maar daar moet een berg werk gezet worden. Dat is een race tegen de klok. Ja, heel veel vrijwilligers die het allemaal met z'n allen doen. Ja. Eind van de maand, 31 januari uit mijn hoofd, heb je ook nog de grootste maalwerd. Voor het eerst dit jaar in de mes. En niet te vergeten op de 31ste ook de Brakkenmiddag in Parkzicht, ook altijd heel gezellig. Dus we hebben elke weekend is er wel wat te beleven tot het kar. Ja, volle bak aan de gang. Ja, ja. Het derde jaar dus nu als prins, dat is ook meteen normaal gesproken het laatste jaar. Hè. Misschien, je weet nooit hoe dat het allemaal loopt. Maar normaal gesproken het laatste jaar. Ga je dat laatste jaar nu anders in? In de wetenschap dat elk ding wat passeert, dat er niet meer terugkomt, dat grijpt me wel aan, denk ik. Maar ik geniet er zo ontzettend van dat ik laat het maar gewoon tot me komen. Ik beleef het. En het is geweldig om deze rol te mogen vervullen. Ja, ja. Kan niet anders zeggen. Het motto dit jaar in het Kielergat is, er zwaait wat. Ja. Ja. Nou, voor volgend jaar hebben de Kielergatters zelf een motto mogen verzinnen. Dat vind ik wel heel erg leuk. Ja, we hebben dat bewust gedaan. Omdat we elk jaar natuurlijk een heleboel creativiteit nodig hebben. Ook om motto's te kunnen verwerken in een optocht. Hebben dit jaar plan opgevat om de Kielergatters mee te laten beslissen. Ja. Welk motto het uiteindelijk gaat worden. Dus we gaan nu op korte termijn gaan we kijken wat uiteindelijk het motto gaat worden. Mm-hmm. De commissie pers en publiciteit van de BCV is volop bezig om de selecties te maken van de motto's. En de dinsdagavond tijdens of voor de verbranding wordt door onze hoogheid zijn laatste jaar, derde jaar, het motto kenbaar gemaakt. Ja. Maar wat ook heel belangrijk is, en dat is wat nog niet aangestipt is, het motto moet ook natuurlijk verwerkt kunnen worden in een lied. Ja, ja. Ik maak, in de carnavalswagens toch eigenlijk ook? Ja, maar ook in het lied met het Blairfest. Ja. Elk jaar wordt er natuurlijk een nummer verkozen.
Ik maak op jaarbasis gebruik van misschien wel 15 hofkapellen. Ze staan in de rij om met me mee te mogen. En dan is het ook heel belangrijk dat die muzikanten daar iets mee kunnen en een leuk lied kunnen maken. Dus het motto is heel belangrijk. Ik denk dat het duidelijk is geworden in dit gesprek dat wat dan wel eens boven de Moerdijk gedacht wordt, boven het Hollands Diep. Carnaval is alleen een feest van vrijen en zuipen. Dat feest is het niet. Het is gewoon een volksfeest waar heel veel organisatie aan te pas komt en waarbij het gaat. Ja, dat mensen zich eventjes kunnen ontspannen, eventjes uit de roes van het dagelijkse leven kunnen stappen. Het is gewoon 4-5 dagen lang de boel kunnen laten. Ja, ja. En lekker ontspannen en genieten. En ik denk dat wij als PCV het goed doen op het moment dat wij zien dat het hele feest loopt zoals het loopt. Dat alle mensen tevreden zijn en dat de feesten zoals de voorgaande jaren staan als een huis. Maar wat ik toch ook wil aanhalen, dat is Breda is natuurlijk de gezelligste stad van Nederland. En ik blijf het zeggen, als je denkt dat je bij kunt dragen aan de sfeer van de stad met carnaval, ongeacht waar je vandaan komt, mm-hmm, dan ben je echt van harte welkom. Ja, ja. Ik zie John met de pages aankomen lopen voor het eten. Ik heb witbier, denk ik. Ja. Dus we gaan er een goede bodem bij leggen. Ja. Kijk eens aan. Fantastisch. Lekker. Dankjewel. John, was jouw ook geluk, denk ik, zonder de pages. Ja. Zo. Fantastisch. Dan ga ik eventjes daar neerzetten. Zo. Ja. Ziet er wel treffelijk uit. Kijk, een biertje erbij. Wat we hebben is natuurlijk de peterseliestoem. Met daarbij een rookworst die we gevuld hebben met kaas. En omwikkeld hebben met de serpentine. En de serpentine is in dit geval de spek. Ja. Spekreepjes heb ik gemaakt. En die heb ik om de worst gedaan. En heb ik zo in de oven afgebakken. Per slot van zaken, de worst en kaas en spek is allemaal al voorbereid. Dus hoef alleen maar lekker de temperatuur te hebben. En dat smaakt voortreffelijk bij de peterselie. Ja. Nou, dankjewel, John. Zo. Ja, nou ja, peterselie stampot. En je moet straks toch als met inhuldigingen op carnavals zaterdag. Dan ga je ook nog naar het Begijnhof, toch? Begijnhof toe, ja. Om naar de kruidentuin. Ja, dat klopt. Dat is een, ook voor peterselie, dat toch? Dat is een nieuwe traditie geworden. Sinds dat ik dus deze prinsennaam heb, peterselie, ja? Zijn we uitgenodigd om bij het Begijnhof in de kruidentuin elk jaar op carnaval zaterdag na de intocht om daar mijn eigen kruid in de aarde van het Begijnhof te stoppen. Ja, van zapken, hè? Ja. Ja, en dan het wordt zo koud, hoor. Maar het moet wel zeggen, het is een traditie geworden. En het is fantastisch leuk. Ja. Vorig jaar was er het mannenkoor bij. Dat wordt geweldig. Het wordt sowieso een hele goede carnaval in het Kielegat. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie komst hier naartoe. Ik wens jullie de komende weken heel veel sterkte toe. Want het worden natuurlijk hele drukke weken. En ik zie jullie ongetwijfeld binnenkort bij Baronie TV. Hè, maar dat wordt ook hier bij Breda nu uitgezonden. Dus ik kan dat makkelijk zeggen. Ja. Dat ik jullie bij Baronie TV dan weer zie. Over een paar weken is er weer een nieuwe aflevering van Smaakmakers. En ik hoop dat Marieke dan weer terug is. Goed, bedankt voor het kijken in ieder geval. En wij gaan lekker aan de maaltijd. Dankjewel. Oh, het smaakt goed, hè? Fantastisch. Zo. Lekker. Lekker wel. Ja. Ik wist niet eens dat jullie zoiets konden maken. Ja, jullie kunnen dat wel heel erg goed, hoor. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Hanos ISPC Breda.